Ik ben de 14e generatie die boert hier. En dat is toch wel iets, ja, dat is iets waar ik toch wel trots op ben. En dat doet het ook wel zeer als het op een gegeven moment niet lukt. Als, als je op een gegeven moment beslissing moet nemen om, om daar een streep onder te zetten. Paul en Judith wonen aan de rand van Esbeek, een kleine kern in de gemeente Hilvarenbeek. Toen ze in 2003 hun varkens- en rundveebedrijf stopten, zochten ze een andere invulling voor hun gronden en lege stallen. Ik had maar één opleiding, en dat was een agrarische opleiding. Dus mijn achtergrond was alleen maar agrarisch. En uiteindelijk, ook omdat mijn vrouw in de zorg zit, heb ik het idee gehad van, hé, is een zorgbedrijf, is dat niks voor ons? Jarenlang werkten ze aan de plannen, waarop door hun omgeving enthousiast werd gereageerd. En ondanks dat ook de gemeente positief was, kregen Paul en Judith nooit een go om aan de slag te gaan. In 2009 hadden Paul en Judith genoeg van alle procedures en vertragingen en besloten ze hun droom op te geven. Het is altijd moeilijk om ergens mee te beginnen, om ergens te stoppen, want je moet wel verder, hè? Je hebt kinderen, die zitten in een hele dure fase. Dus ik had zoiets van, na een jaar of 7 had ik het eigenlijk wel een beetje gehad. Dus toen heb ik eigenlijk al wel een beetje afscheid van genomen, maar Paul kon dat niet. Dus die is echt nog een paar jaar verder doorgegaan. Ik ben die boomteel toen uit gaan bouwen met een collega boomkweker. Dat doen we nog. Toen we met die zorgboerderij bezig waren, hebben we toen ook contracten gehad ook met Houthandel van Dal, onze buren. En die hadden ook plannen om toch een keer groter te worden. Die zaten een beetje opgesloten. En waar onze varkensstallen stonden, onze zeugenstallen, dat is nu al bij hun bedrijf getrokken. De koopovereenkomst kwam tot stand met ondersteuning van onafhankelijke deskundigen en onder diezelfde begeleiding werden relaties uit het netwerk van de houthandel betrokken bij de uitbreidingsplannen van het bedrijf. In het voorjaar 2017 hebben wij ons 80-jarig bestaan gevierd en we willen dus aan de zagerij willen we nog een stukje uitbreiden. En dat is natuurlijk gericht op de toekomst, want ja, de vierde generatie die heeft zich ook al aangediend. Maar het verleden zijn we natuurlijk niet helemaal vergeten. En ja, die koeienstal waar we nou voor staan, daar willen we in later stadium willen we daar een nostalgisch zagerijtje neerzetten. Dus daarom gaan we die hier verwezenlijken. Ja, stallen die leeg staan, die zien er niet fraai uit. Dan waaien we golfplaten af, er komt wel rommel omheen, er komt een carnavalswagen bij te staan. En dat fijn, je kent dat wel. Want het was ook bij ons een blok op mijn been, die stallen waar we even geen raad mee wisten. Dat doet me niet zeer, dat ik daar afscheid van heb hoeven nemen. Wel van het boeren zoals boeren was. Je hebt ook boeren die zo ver doorgaan dat ze gewoon zo ver in de problemen zitten dat ze moeten stoppen. En als ik zie wat we nou hebben, we wonen hier in een mooi huis, lekker rustig, de kinderen doen het goed. Ik doe dit nu als 14e generatie, maar mijn kinderen die waren geen boomkweker. Misschien hadden ze wel iets gedaan als we het een beetje uit hadden kunnen bouwen zoals we het eigenlijk van plan waren. Het verstand zegt van, je hebt het goed gedaan, je hebt de juiste keuzes op de juiste momenten genomen. Maar het gevoel zegt, het is jammer, hè? Want als ik dan terugkijk en ik zie in het boek van de 14e generatie, dan staat mijn naam achter. En het stopt daar. Dan denk ik, ja, doe ik ze niet te kort en ik weet dat het niet zo is. Maar we zijn het in ieder geval als gezin heel goed erover eens. Dat geeft me in ieder geval wel de steun en... Dan is het goed. Dan is het goed.